Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen. En zoals jullie hier op het scherm zien, zie je een mevrouw. En die heb ik wat jonger gemaakt. En uiteindelijk is het dus dit geworden. En ik ga jullie even uitleggen hoe je dat doet. Het belangrijkste is dat je natuurlijk een kopie maakt van je originele. Dat doe je dus door middel van de linkermuisknop de laag vast te pakken en dan te slepen naar dit kleine logootje, zeg maar, links van de prullenbak. En dan krijg je een background kopie. En die noemen we eventjes, als je even dubbel op klikt, mevrouw. Zo. Nou, en daarin gaan we dus werken, zodat we altijd het originele behouden. En als ik dus het Alt inhoud, dan kan ik dus inzoomen. En dat is wel heel makkelijk, want als je gaat inzoomen, dan zie je natuurlijk alles veel beter dan als je hem uitzoomt. En als je hem goed in de originele staat wil hebben, dan doe je Ctrl 0. En dan krijg je hem weer terug in de originele positie zoals hij was. Oké, maar ik zoom dus in, Alt en scroll met de muis. En dan gebruik ik Spot Healing, de Brush Tool. En ik kan hierboven, hier dus, dat pijltje aanklikken. En dan klik ik hem één keer aan. En dan kan ik scrollen met de muis tot ik de juiste formaat heb die ik nodig heb om dus mee te gaan werken. Nou, 27 vind ik prima. En ja, wat je dus al ziet wat hier gebeurt. Kijk, ik kan dus zo drippels weghalen, zie je dat? Dat geeft gelijk een hele andere look dan het was. Zo. En als ik dus deze even uitdoe, dan zie je dus de rimpels. En als ik weer aanklik, ja, dus rechtsbovenin de laag, dat oogje, dan kun je uitklikken en dan zie je de originele. En als ik hem aanklik, dan zie je dus wat ik weg heb gehaald. Nou, dat is toch een heel verschil. Nou. En zo kun je dus continu ja, één voor één de rimpels weghalen. En stel me voor dat je de rimpel weghaalt, maar dat die haren zo in de weg zitten. Ja, die haren wil ik eigenlijk niet weghalen, want dat is natuurlijk, dat hoort erbij. Dan kun je dus de kloon pakken. Dit is de kloon, de bovenste. En met de kloon kun je dus de Alt inhouden, kun je een bepaalde kleur kiezen. Nou, ik pak hier bijvoorbeeld deze kleur. He, door in te houden en dan klikken met de linkermuisknop, dan heb je de kleur bepaald. En met die kleur kan je dan alsnog hier tussen. Uit bijwerken. En het voordeel daarvan is dat je dan toch de haren erin kan laten en niet weg gaat zitten werken. Zo. Nou, dan kloon ik een stukje haar. Dus ik ga op de haar staan. Ik hou Alt in en ik doe één keer klikken met de linkermuisknop. En dan kan ik hem doorpakken. Zo. En dat geeft al gelijk een hele andere look. Zo. Dus als ik dan even het oogje uitvink, dit was het en dit is het nu. Je moet ook oppassen dat je niet te veel weghaalt. Ik bedoel, het is natuurlijk mooi om, ik ga even terug naar de Spot Healing Brush Tool.
Want soms zijn er bepaalde rimpels wel mooi om gewoon te behouden. Dus check altijd even goed voordat je iets weghaalt. Of dat wel wijs is om dat te doen. Zo. Kijk, hier wil ik het laten zitten. Dat vind ik mooi. Maar hierboven haal ik het weg. Zo. Kijk, dit vind ik mooi. Nou, en zo kun je dus eigenlijk stap voor stap alles weghalen. Nou, wat je dus ook kan doen, Ctrl-0, is dat je bijvoorbeeld de haarkleur kan bepalen. Nou, dan moet je een snelle selectie maken. Selectie maak je met deze kwast, de Quick Selection Tool. En die maak je wat groter, hè, door hier te bepalen hoe groot je wilt. Dat vind ik prima zo. Je houdt Shift in. En je gaat het hele gedeelte selecteren. Zo. En met Alt inhouden kun je het gedeelte weer weghalen wat je niet geselecteerd wil hebben. Dus je selecteert met Shift. En met Alt haal je het weg wat je niet geselecteerd wil hebben. Maak ik hem even wat kleiner. Zo. Oké, dan heb je dus het gedeelte geselecteerd wat je eigenlijk wil gaan gebruiken. Dan heb je hier bovenaan heb je Refine Edge, mijn Engels is niet zo ontzettend goed. Die klik je aan en je zorgt dat het wit is. Zo. Dan kun je dus met deze kwast, hier klik je aan, kan je dus bepaalde dingen wegwerken, zie je dat? Dus dan gaat hij de haren zoeken. En de rest, dat verwijdert hij. Kijk, dat ziet er allemaal weer een stuk mooier uit. Zo. Zo. Dat hadden we niet moeten doen. Oh. Ctrl-Z. Ctrl-Z is trouwens herstellen. Hierin. En we gaan hier gewoon eventjes... Kijk, en dan ziet hij gewoon bepaalde haren die hij dan eigenlijk wat je met selectie zelf niet kan selecteren omdat die haartjes redelijk dun zijn, kan je dan zo de haren toch goed selecteren. Kijk, zie je? Nou, dan heb je smooth en met smooth kan je de buitenrand wat waziger maken. Zo. En dan klik je daarna op oké. Okay. Dan is het stuk geselecteerd wat je geselecteerd wil hebben. En ja, dan ga je natuurlijk de kleur bepalen. Nou, wat doe je dan? Je gaat naar Adjustment, rechtsbovenin, waar ik mijn pijltje sta. Je klikt weer de weegschaal aan. Dat color balance heet, maar ik noem het gewoon even de weegschaal. En hiermee kan ik dan de kleuren bepalen. Nou, ik wil het een beetje rood-blond hebben. Kijk zo. En dan ga ik daarna op de grijze balk staan en dan zeg ik close. Dan gaan we terug naar layers. En dan zie je dus, als ik dus... even kijken of ik deze dan twee kan samenvoegen. Ja, dat kan. Oké, okay. Wat je dan doet is dat je dus de bovenste laag is al geselecteerd. Je houdt Shift in en dan doe je de laag van mevrouw selecteren. Rechtermuisknop en dan kies je voor Merge Layers. Dan voegt hij dus twee dingen bij elkaar tot één laag.
Nou, als ik dus nu de oogje weer uitvink, dan zie je dus dat dit was het. En zo is het nu. Nou, dan krijg je dus eigenlijk al een heel mooi beeld, hè, van hoe die mevrouw dus in één keer gaat veranderen. Nou, daarna ga je naar filter. En dan pak je liquify. En die klik je aan. Met liquify, dat is heel gaaf om mee te werken trouwens, kun je namelijk bepaalde dingen naar buiten halen en bepaalde dingen weer naar binnen halen. Even kijken, ik heb nu, als het goed is, pakken we deze. Even kijken of ik gelijk heb, wacht even. Even checken. Ja, we pakken dus deze. Dat is de boot tool. We pakken de formaat ongeveer van haar oog. En we klikken erop. En wat je dan ziet, is dat de oog naar buiten komt. Zie je dat? Dus als ik preview zou uit kunnen klikken. Even kijken of dat die kan. Nee, ik zie even geen preview. Advanced mode. Nee, maar dat maakt niet uit. Het oog wordt dus groter. En wat je ook kan doen, is dat je de oog gaat uitrekken. Oh, is te veel. Dat je dus bijvoorbeeld iets kleiner pakt. En dan pak je de bovenste, het handje met die vinger. En dan kun je daarmee kun je de oog wat uit elkaar halen. Kijk, dat geeft alweer een hele andere look. Nou, dan klik ik op oké. En dan gaan we weer nog een keer kijken. Dit was de originele. En dit is zoals hij nu is. Wat ik dan ook op mij opvalt, is dat het oog redelijk donker is. En ja, ik vind het mooi als dat oog ook een stukje lichter is. Dus ik hou Alt in. Ik zoom hem in. En nou zie ik hier één dingetje wat ik even wil aanpassen. Ik pak even de clone. Zo, die is een beetje recht. Dat is wat mooier. Zo. Oké. Dan gaan we naar de selectie. Dat is hier. Hè, de quick selectie tool. Je houdt shift in. En je selecteert het oog. Met alt haal je het gedeelte weg wat je niet wil hebben. Want je wilt tenslotte alleen het oog selecteren. Zo. En dat doe je ook met deze kant. Zo. Kijk, en heb je hier het ooggedeelte. Maar, even Ctrl-Alt-Z. Zo, waarom? Omdat deze namelijk donkerder is dan die. Dus ik wil eerst deze kant even een stukje lichter maken. Dan ga je boven naar Adjustment. En dan pak je de zonnetje. Dat is dus Brightness en Contrast. En dan ga je het oog wat lichter maken. Dat je ongeveer net zo licht is als de rechterkant. Zo. Dan ga je met de rechter balkje, of met de rechtermuisknop op het balkje klikken en dan kies je voor Close. Nou, nou zie je dus dat de oogkleur ongeveer hetzelfde is. Als ik terug naar leer ga, heb ik weer een laag gemaakt. Dit is eigenlijk het. De brightness, het licht maken van de oog. Je selecteert met shift inhouden ook de laag eronder. Rechtermuisknop. Ik kies voor match layers. Zo. En als ik die dus uitvink, dan zie je dus het verschil. Zie je dat? Wat Photoshop allemaal niet kan, hè? Nou, nu gaan we nog een stap verder. Ik wil namelijk de oog wat meer groen geven. En maar het eerste wat ik ga doen, is dat ik naar de clone ga. En dan ga ik het middelste puntje van de rechteroog, zo gezien dan de rechteroog, dat is eigenlijk de linkeroog, maar vanaf ons gezien de rechteroog, gaan we Alt inhouden en klikken we aan. En dat rondje gaan we hier inzetten. Zo. Oké. Nou zie je dus. Ik ga het even nog een keer anders opnieuw doen.
Maar ik wil hem eigenlijk iets lager hebben, zo. Kijk, en dan zie je gewoon dat het toch alweer een heel stuk mooier wordt, hè? Zie je dat? Nou, dan pakken we de kloon nog een keertje en dan moet ik de alt inhouden. En dan kloon ik even dit stukje, dit lijntje. Want je zag dus dat dat stukje meeging. Dat moet dus niet. Kijk, en dan zie je al dat als ik hem nu even dus het oogje uitklik van de laag, dat het al een heel stuk beter is. Maar ik ben nog niet zo ver, want ik wil hem ook nog wat mooi in de kleur hebben. Dus ik ga weer naar de selectie toe. Ik selecteer het oog. Ik hou alt in om het weg te halen wat ik niet nodig heb. En ik gebruik shift voor het gedeelte wat ik wel nodig heb. Zo. Ja. En dat doe ik bij de andere kant ook. Shift gebruiken om te selecteren en Alt om weg te halen wat ik nodig heb. En dan ga ik hier naar Adjustment. Dan pak ik hier de weegschaal en dan ga ik wat groen erin doen. Niet te veel. Zo. Rechtermuisknop hier op de balk Close. Dan ga ik naar Layers toe. Pak ik Ctrl, hou ik in en dan klik ik op die zwarte venster. En dan zie je dat de ogen weer geselecteerd worden. Dan ga ik weer naar Adjustment en dan pak ik het zonnetje. Dus brightness en contrast. En daarmee ga ik een beetje spelen. Zo. Dat vind ik wel heel gaaf. Op de balk rechts muisknop close. Dan ga ik ze weer samenvoegen. Hou shift in. En dan doe ik ze alle drie. Dus tot met hier. Klik ik aan. Rechter muisknop. En dan ga ik weer naar Merge Layers. Nou, als ik nou het oogje uitvink, dan is dit dus al het resultaat. Zie je? Nou, dan zie je ook nog dat de wenkbrauwen die zijn heel erg omhoog getrokken. En ik denk dat ze, toen ze nog een stuk jonger was, dat al dat al een stuk lager was. En dat gaan we dus ook even aanpassen. Dus we gaan weer naar filter. We gaan weer naar HDFI. En hier gaan we dus de grootte bepalen om die wenkbrauw naar beneden te halen. Zo. En we halen die wenkbrauw een stukje naar beneden. En dat doen we aan de andere kant ook. Zo. En dan klik je op oké. Okay. Nou, om nog een keer te laten zien, we doen het oogje uit. Dit was het. En dit is het nu. Dan zie je toch al een heel resultaat, hè? Dat het best wel mooi is geworden. Nou, zo kun je dus van alles doen. Hè? Je kan de kin bijwerken, je kan de mond bijwerken. De mond kun je dus ook kleiner maken, groter maken. Maar in principe is het zo dat je eigenlijk het gewoon zo moet laten. Behalve dus dat je met de Spot Healing Worstel stap voor stap, dus je maakt dit weer groter. Dit allemaal weg gaat halen. Alt in, scrollen met de muis. Kijk, als je dat dan allemaal doet, dan zie je dit als resultaat. Zie je dat? Nou, er is nog één ding wat je kan doen. Je zou het huid nog een beetje blurrig kunnen maken, dus jonger. Nou, hoe doe je dat? Dan selecteer je eigenlijk nu, in plaats van de haren, selecteer je het gezichtgedeelte. Dus je gaat dan weer naar de clone, of de Quick Selection Tool. En dan ga je dus het gezicht selecteren. En natuurlijk ook een stukje kin en de keel. Dit doe je dan door middel van shift in te houden. En dan met alt ga je het gedeelte wat je niet wil gebruiken terughalen. Nou, dit oortje moet je natuurlijk ook meenemen. Zo.
de shell weghalen, want dat gedeelte gaan we niet gebruiken. Zo. Ja. Oké. En we gaan hieronder, hebben we ook nog een stukje huid. Dus die selecteren we ook. En hier ook nog. Zo, hebben we dat geselecteerd. Nou, dan gaan we weer naar die Refined Edge hier bovenin. Klikken we aan. En hier gaan we eigenlijk exact hetzelfde doen wat we net deden. We pakken het kwastje. En we gaan even zo eroverheen. Nou, dan zeggen we oké. Okay. En dan hebben we het gedeelte geselecteerd wat we geselecteerd willen hebben. Dan gaan we naar filter. Dan pakken we blur. En dan gaan we naar surface blur. Helemaal de onderste. Die klikken we aan. En nu zie je dus, als ik profiel uitklik, is dit de huid. Als ik profiel aanklik, is dit de huid. Zie je het verschil? Dus dan staat hij op 7 en op 6. Meer ga ik niet doen. Vind ik prima zo. Nou, als we nu dus de ogen uitvinken. Dit was de originele. En dit is hoe het nu is. Hier. Nou, en zo kun je dus ja, het gezicht helemaal jonger maken. Nou, het keelgedeelte moet nog gedaan worden. En aan deze kant van het gezicht moet dingen nog gedaan worden. Maar let goed op wat je wel en wat je niet weghaalt. Want sommige dingen moet je gewoon laten staan. Dat is veel mooier. Nou, ik wens jullie veel succes met deze les. De groetjes. Ai, ai.